En wat mij opviel is dat ik een sportvrouw zie die straalt en die blij is, maar die ook af en toe heel ongelukkig is. Kun je dat schetsen wat dat was? Ik was ongelukkig tijdens mijn topsportcarrière. De atletiek, ik ben de eerste geweest die alles geopend heeft. In de zin van, de mensen hadden geen sponsoren. Geen eigen trainer, geen eigen begeleiding om zich heen. En de atletiek was nog... De atletiekwereld was heel klein. En ik had toen voor gekozen om na mijn middenstandsdiploma gelijk topsport te worden. En dat kon niet in de fulltime, tijd. Fulltime, hè? Fulltime, ja. Fulltime. En dat kon in de tijd niet. Maar mijn sponsoren, Essex, de banen, die waren er. Die hebben gezegd, ga ervoor, kind. En dat werkte gewoon, ja, struggelingen. En ja, want waar werd je zo ongelukkig van dan? Ik ben een hele sociaal mens. En ja, je staat alleen op een voetstuk. Mijn collega's, waarvan ik dacht van, ik heb gevoetbald, ik heb ijshockey gedaan, van, die omarmen je. Maar dat had ik niet. Het was meer van, oh, die hoort niet bij ons. En het heeft altijd zo gevoeld. Is dat je succes waar dan mensen jaloers op zijn? Of ik kan niet over voor mensen denken. Want ik ken mijn eigen gedachten soms niet. Dus ik kan niet voor hun denken wat ze denken. Maar het heeft wel een verschrikkelijke emotionele periode in mijn leven gehad, dat ik in die periode van mijn topsportcarrière gewoon zelfmoord wilde plegen. Ach,